Beste Henkel komen je bedanken. Ja, dat vind ik heel erg. Ja, dankjewel. Ja, het is zonder twijfel het mooiste nummer dat ooit over ons land geschreven is. Ik denk zelfs het officieuze volkslied. Ja, zouden we kunnen zeggen. Oh, iedereen in België. Ik ben erg blootgevoelig. Dus... maar werkelijk ja, iedereen in België kent dat nummer. Nou, dat vind ik ontzettend leuk om te horen. Dat... ja, ik heb weinig in België gespeeld in mijn leven. Dus ja, dat vind ik echt heel aangenaam om te horen. Ik kan niet naar Duitsland. Ik kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Het is een uber-classic, maar wat weinig mensen weten, is dat er ook een Engelse versie is gemaakt. Where can I go? I can't go to Deutschland. Can't go to Deutschland, they are too precise. Where can I go? Er werd op een gegeven moment een alternatief songfestival voor popbands georganiseerd. In Europees verband. Er bestond geen MTV. Iedereen had één of twee televisiezenders. En clips bestonden niet. Nou, viel voor Nederland het lot op het goede doel en op de Goldenering. Goldenering speelde een nummer live in dat Europese programma. En wij, elk land, ook één band, een filmpje maken. Dus wij moesten België doen. En, maar de platenmaatschappij ook niet gezegd, nou, doe het dan in het Engels. Dan brengen wij een dag later in heel Europa die plaat uit. Belgium. Belgium. Dat kan niet. Nee. Dus wij dachten, wij zoeken een ander land dat ook klein, lief en aardig is. En waar je ook wel als vluchtplaats heen kan. En nou ja, probeer er maar eens een te vinden die ook nog relatief, en dat is niet onaardig bedoeld, maar ook relatief onbelangrijk is. Maar jullie doen wel iets heel bijzonders met de tekst. Ja, ja, dat want die tekst, die Engelse tekst, en die stoot ons lichtjes tegen de borst. Die begint als volgt. Where can I go? Where can I go? I can't go to Belgium. Can't go to Belgium. It doesn't exist. Can't go to Belgium. It doesn't exist. Ook unisono. Ja, zo diep maar zit het. Dat, eigenlijk zeg je dat heel goed. Want dat was een grapje van ons. In die tijd had je een discussie tussen de Vlamingen en de Walen. En die wilden van elkaar af. En er werd vaak gezegd dat België geen echt eenheidsland was. Maar verdeeld door taal. Dus dat de ene helft van België maar naar Nederland toe moest. En de andere helft naar Frankrijk. En daar maakten wij dus dan een grapje België over. Bestaat niet, België dat bestaat niet. Het is, hè? Dus als één land. En dus die eerste zin is eigenlijk een verwijzing naar die politieke discussie die toen speelde. Maar God straft onmiddellijk. Wat? Want het was voor een Europees alternatief songfestival. Daar werd deze clip voor gemaakt, live op televisie. Het werd aangekondigd door een beroemde Engelse presentator. En die zei, en nou komt het hoor. Die jongens uit Nederland die echt de wereld zullen veranderen muzikaal. En het begon en toen ging het beeld op zwart. En storing. Toen, ja, en toen het storing. En toen het nummer afgelopen was, toen zei hij. Nou, en heb ik te veel beloofd? Het was wel erg goed. En niemand had het gehoord of gezien. Niemand heeft het gezien. Niemand heeft het gezien, niemand heeft het ooit gehoord. En daar kunnen we mee leven, denk ik. Ja. Wij zijn bestraft door het feit dat wij België ontkend hebben. Ontkend hebben. En bespot hebben en meende daar een grapje over te moeten maken. En wij baalden als een stekker. Gelukkig werd zo de herinnering aan het nummer gewoon gevrijwaard. België bestaat eigenlijk voor de hele wereld alleen in de originele versie. Ja, eigenlijk wel. En daar willen we heel graag voor bedanken. Nou, bijzonder graag gedaan. Dat is me nog nooit overkomen door een journalist bedankt werd. Altijd welkom in je eigen lied, België.